bij elk nieuw EV-merk dat zich aandient, en dat zijn er nogal wat deze jaren, vinden wij autojournalisten het blijkbaar ontzettend moeilijk om niet de vergelijking met Tesla te maken. En daar maak ik mezelf ook schuldig aan. En ja, dat ga ik vandaag weer doen, want deze NIO ET5 is het nieuwe en ook meteen het compactste model van het Chinese NIO. Het derde model waarmee we dan te maken krijgen, want we hadden al de EL7 SUV, de ET7, een soort grote sedan. En dan is er nu deze ET5. En dat doet natuurlijk heel sterk denken aan de Tesla Model 3. En daar heeft hij qua uiterlijk wat mij betreft ook wel wat overeenkomsten mee. En juist daarom is het ook zo moeilijk om die vergelijking niet te maken. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de manier waarop die enorme voorruit aansluit op die gladde neus. Ja, dat heeft de Model 3 ook, zodat als je ervoor staat, je eigenlijk opvallend veel van de bestuurder ziet. Ongeveer tot hier misschien wel. En ook de hele vorm van de auto, die gestroomlijnde sedanvorm en een korte kont. Ja, daar zit natuurlijk wel wat Model 3 in. Zonder NIO nou meteen van plagiaat te betichten trouwens. Want dit is ook gewoon hoe we het tegenwoordig graag zien en hoe de windtunnel dat natuurlijk ook dicteert. En toch gaat die vergelijking met die Model 3 ook niet helemaal op trouwens. Want de ET5 is eigenlijk aan alle kanten een hele slag groter. Vooral in de breedte. Echt een opvallend brede auto. En NIO trekt zelf dan ook liever de vergelijking met een auto als de BMW i4. Ook qua prijs trouwens. Daar komen we zo nog op. Maar zelfs in vergelijking met zo'n i4 is zo'n ET5 een slagje breder. En we kunnen het natuurlijk lastig over het uiterlijk van deze auto hebben zonder de kleur te benoemen. Want dit geel is wel heel opvallend. Het is een van de maar liefst 9 beschikbare kleuren voor de ET5. En er zijn er ook nog 4 verschillende interieurkleuren. Waarvan je een groot deel trouwens ook zonder meerprijs kunt kiezen. Er zijn 3 wielsoorten. Dit is dan de optionele wat grotere. Maar je hebt ook een maatje kleiner en heb je zonder meerprijs weer keuze uit 2. En ook voor iets als die oranje remklauwen kun je dan kiezen. Dus NIO biedt opvallend veel mogelijkheden om de auto naar smaak in te richten. En dat is wel leuk wat mij betreft. Bij een merk als Tesla, daar zijn we weer, daar ga ik weer, heb je die keuze eigenlijk niet. Maar het samenstellen van zo'n ET5 is dus eigenlijk wat leuker dan het samenstellen van een Model 3. In ieder geval qua keuzemogelijkheden. En als het gaat over de achterklep, ja, dan ontkom ik toch ook weer niet aan de vergelijking met die Model 3. Want de klep opent op een soortgelijke manier. Het is dus ook een sedan, maar dan met een opvallend korte kont. Waardoor je zo'n wat typische opening krijgt. Echt van de achterkant. En de inhoud, ja, die valt eigenlijk een beetje tegen. Hier gaat 386 liter in. En dat is echt veel minder dan wat er in een Model 3 gaat. En zelfs ook minder dan wat er in een i4 gaat. Waarbij een i4 natuurlijk nog het voordeel heeft dat hij zo'n grote klep heeft. Dus qua praktisch gebruiksgemak, ja, wint de ET5 het vooralsnog niet. En dat verschil in liters, dat zit hem voor een groot deel ook in onder de vloer. Want onder de vloer biedt deze auto eigenlijk niet zoveel. Hier is een subwoofer. En hier links heb je dan nog wel ruimte voor wat klein grut. Maar in de praktijk zal je laadkabel toch vooral door de kofferbak slingeren. En dat is natuurlijk niet zo heel praktisch. Daar komt bij dat de auto geen frunk heeft. Dus ook daar kun je dat losse grut niet kwijt. De oplettende kijker ziet trouwens wellicht dat hier een kentekenplaat voor een aanhanger ligt. Dat kan dan weer wel mee achter zo'n ET5. Want deze auto mag 1400 kilo trekken en dat is voor EV-begrippen best wel netjes. De achterbankleuning is trouwens wel omklambaar. Dus je kunt die bagageruimte nog wat uitbreiden als dat nodig is. En dat is een belangrijk verschil met de grotere NIO ET7. Kijken we verder naar die achterbank, dan valt op dat de zitting een beetje achterover helt. En dat is wel lekker, want de vloer is, zoals we wel vaker zien bij EV's, nogal hoog. Daar zit natuurlijk een accupakket in. In dit geval ook nog een verwisselbaar accupakket trouwens, daar komen we zo nog op. En daardoor zit je ook daadwerkelijk wel behoorlijk met opgetrokken benen. Dat is niet zo comfortabel, maar die zitting helpt dus wel een beetje mee. Wat wel opvalt is dat ik mijn voeten niet zo goed kwijt kan onder de stoel. Dat kan wel, maar het is echt proppen. Al heb ik evengoed wel genoeg beenruimte in ieder geval voor mijn knieën. Hoofdruimte valt dan wel weer een beetje tegen. NIO haalt een bekend trucje uit door standaard een groot vast panoramadak te monteren dat dan helemaal doorloopt tot boven de achterbank. Maar alsnog zit ik wel behoorlijk met mijn kapsel tegen dat dak aan. En dat is in de middelste plek trouwens nog iets erger, omdat het plafond daar ook wat naar voren toe komt. Wat hier wel meteen opvalt trouwens, dat is hoe mooi dit interieur oogt. Hele mooie deurpanelen, mooie materialen, maar wat dat betreft kunnen we natuurlijk nog veel meer zien als we even voorin gaan zitten. Want als het gaat om interieurdesign en de sfeer die in de auto heerst, dan is NIO wat mij betreft wel echt lekker bezig. Zeker in vergelijking met een Model 3 bijvoorbeeld. En dat valt me in deze kleinere ET5 grappig genoeg nog wat meer op dan in de grotere EL7 die ik eerder reed. Het is een heel gezellige sfeer, maar toch ook wel heel modern. Het oogt natuurlijk ook heel opgeruimd, omdat het ontzettend gedigitaliseerd is allemaal. Dus je hebt weinig knoppen, maar dat afgeronde design, dat is best wel herkenbaar, lekker eigen.
Het materiaal gebruiken ze ook creatief. Wat hier op de deur zit, dat lijkt een beetje rubberachtig. Het schijnt in het donker ook mooi verlicht te worden. En ja, het ziet er gewoon heel mooi, modern en ook wel degelijk uit. Terwijl het toch niet ongezellig of kil wordt. Dus dat is wat mij betreft gewoon goed geslaagd. Wat wel opvalt, in negatieve zin dan. Dat is dat er weinig opbergruimte is. Of in die zin, er is geen dashboardkastje. En dat zou ik vermoedelijk in de praktijk toch wel missen. Je hebt natuurlijk wel vrij ruime deurvakken en ook hieronder nog wel een ruimte. Maar wat daar zit, dat zie je de hele tijd liggen. En dus heb je weinig opbergruimte die je ook echt kan afsluiten. Wel een armsteun die aan twee kanten opent. Dat is dan wel weer geinig. Maar enorm ruim is dat nou ook weer niet. Dat gebrek aan knoppen betekent natuurlijk dat er een heleboel via het scherm bediend kan worden. Nou is het goede nieuws, dat scherm gaat via een systeem dat NIO zelf heeft bedacht. En het is gewoon heel erg snel, heel uitgebreid. En voor zover ik dat nu heb kunnen beoordelen in de korte tijd die ik met deze auto heb, bevalt dat gewoon best wel heel erg goed. Kom je er niet uit met het scherm, dan kun je altijd nog de hulp inschakelen van Nomi. Dat is dat robotje wat op het dashboard staat, bij alle NIO's trouwens. Hoewel het in deze auto een optie is om daadwerkelijk dat robotje op je dashboard te hebben. Standaard wordt die afgeleverd met de Halo-versie, zoals NIO dat dan noemt. Dan heb je dat bewegende hoofdje dus niet. Maar kun je wel alsnog gewoon tegen de auto praten om de hulp in te schakelen voor allerlei functies die je dus niet kunt vinden of omdat je dat gewoon makkelijker vindt. Dikke tip, bestel dat hoofdje gewoon lekker niet, want je hoort hem een beetje bewegen. En ja, ik vind het nogal bemoeizuchtig overkomen. Maar goed, volgens NIO vindt een heel groot deel van de klanten het wel fijn. En in deze auto heb je dan in ieder geval de keuze. NIO zet de ET5 niet alleen in de markt als het kleinste model, maar ook nadrukkelijk als een wat sportiever model dan de grotere ET7. En het eerste wat in dat licht opvalt, dat is de zitpositie, want die is eigenlijk behoorlijk hoog. Opvallend hoog voor zo'n laagoogend model. En dat is natuurlijk verre van sportief. Je zit echt een beetje op de bok, kijk ook uit over die neus. En dat is voor een sportieve bestuurder, nou ja, gewoon niet waar je naar op zoek bent, denk ik. Het goede nieuws is dan weer dat kracht er wel te over is. Dus als je sportiviteit leest als snelheid, dan zit je wel degelijk goed bij deze ET5. Want hij heeft standaard twee elektromotoren, waarvan de krachtigste op de achteras zit. Dat is ook altijd goed voor het sportieve rijgedrag. En in totaal heb je dan 490 pk en daarmee sprint hij van 0 naar 100 in 4 seconden. Ontzettend snel. Alleen is het typische dan wel weer dat je daarvoor in de goede rijmodus moet staan. Want NIO koppelt hoe snel de auto is ook aan de rijmodus. Dus alleen in Sport Plus gaat die standaard echt in die 4 seconden van 0 naar 100. Ga je dan naar Sport, dan gaan er een paar seconden vanaf. Ga je naar Comfort, weer een paar seconden ervan af enzovoort. En dan is het wel zo dat je zelf ook een rijmodus kunt samenstellen. Dus dan kun je kiezen hoe de besturing is, hoe die snelheid zich gedraagt. Maar als je hem in die snelste stand zet, dan is hij daadwerkelijk best wel erg nerveus. Dan hangt hij echt als een bezeten aan het gas. En dan is het dus daadwerkelijk wel echt even oefenen om nog comfortabel te kunnen rijden. Dus waarschijnlijk laat je hem in de praktijk inderdaad in een iets minder snelle stand staan. En het goede nieuws is natuurlijk dat hij dan alsnog gewoon meer dan snel genoeg is. Wat dan weer niet adaptief is, dat is het onderstel, want deze ET5 heeft als enige NIO geen luchtvering. Dus je hebt gewoon traditionele veren en dempers, maar die zijn wel heel goed afgestemd. Hij is niet zo stevig als dat ik eigenlijk zou verwachten, zeker gezien dat verhaal over sportiviteit. Maar dat is eigenlijk wel lekker, want door dat lage zwaartepunt heb je van nature een goede wegligging. Dus je kunt van nature ja, heel hard de bocht door, natuurlijk ook nog vierwielaandrijving, gewoon veel grip. Terwijl die door die relatief zachte afstemming dan ook behoorlijk wat comfort biedt. En dat is wat mij betreft gewoon een heel fijn compromis. Zachter dan een Model 3 bijvoorbeeld. En daarmee is het ook gewoon een hele fijne reisauto. En hoe de besturing zich gedraagt, dat kun je dus grotendeels zelf beïnvloeden. In de comfortabelste stand vind ik hem wel erg licht en gevoelloos. Maar je kunt hem dus een tandje scherper zetten. En dan is de combinatie met de directheid ook best een prettig sturende auto. Die opnieuw ook weer niet te nerveus wordt. En al met al bevalt dat rijden in deze auto dus nou, eigenlijk hartstikke goed. Hij is ook mooi stil, ook op hogere snelheid. En dat maakt het gewoon een prettig ding. Waarbij wel weer een kanttekening hoort en dat is de bemoeizucht. En dat is iets wat we bij Chinese merken eigenlijk opvallend vaak zien. Kennelijk is dat iets wat in verschillende culturen anders wordt ervaren. Maar zelf hou ik er niet zo heel erg van dat die auto continu piept. Als je in de buurt van een strook komt, als die vindt dat je niet op zit te letten. Dat komt natuurlijk ook allemaal via dat robotje tot je. Ja, en ik vind dat gewoon ronduit irritant. En dat betekent ook dat je voor iedere rit een heel ritje aan functies weer uit moet zetten als je dat niet wilt. En dat gaat natuurlijk wel vervelen.
Ik denk trouwens dat die hoger zit nog een praktisch nadeel heeft. Want ik zit ook echt opvallend dicht bij het plafond. Dus als je bij een stoplicht staat, moet je een beetje zo turen. En nu het toch over turen gaat, als je in de spiegel kijkt, dan zit je voor je gevoel ook door een heel smal luikje te turen. Want de achteruit is echt opvallend klein. En het zicht naar achter is dus behoorlijk beperkt. Nou is die dus altijd heel snel. Dus wellicht heb je daar in de praktijk niet zo heel veel last van. Maar dat die altijd snel is, betekent niet dat er helemaal niks te kiezen is. Want je kunt bij elke NIO kiezen uit meerdere accupakketten. En dat is bij deze auto niet anders. En het bijzondere is dat je die accu's dus ook na aanschaf, of nadat je hem bent gaan leasen, kunt swappen, kunt wisselen in wat NIO dan die swap stations noemt. En dat is een concept waar we nog een beetje aan moeten wennen. Ik denk dat de meerwaarde in Nederland een beetje beperkt is. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat het in andere landen niet altijd zo is dat er op elke straathoek een laadpaal staat. En dan kan het natuurlijk wel heel praktisch zijn als je gewoon even een nieuwe accu kunt halen. En die accu's die zijn er in drie maten. 75, 100 en 150 kWh, hoewel die laatste er nu nog niet is, maar dat komt dus wel. Echt enorm groot voor een auto van dit formaat. 100 is trouwens ook al heel erg aan de maat. En 75 is een beetje de norm in dit segment. Nou is het wel zo dat de bijbehorende actieradius niet al te indrukwekkend is wat mij betreft. Met die 75 kWh moet je 456 km ver kunnen komen. En dat is toch wel duidelijk minder dan wat de meeste concurrenten met een vergelijkbare inhoud doen. En ga je dan naar die 100 kWh, dan kom je krap 600 km ver volgens de WLTP-cyclus. Dat is natuurlijk op zich wel behoorlijk wat. Maar opnieuw in het licht van het formaat van het accupakket niet gigantisch. Dus ik ben benieuwd naar het verbruik. En dat is iets wat we in een toekomstige test natuurlijk uitvoerig gaan onderzoeken. En ik kijk ook om een andere reden erg uit naar een vergelijkende test. En die reden is de prijs. Want deze auto kost iets meer dan 50.000 euro. Dat is op zich wel netjes. Dan is niet helemaal alles standaard. Maar je krijgt wel een heleboel voor dat geld. Maar geen accu. Want die is optioneel. Koop je die erbij, dan gaat de prijs afhankelijk van de gekozen accu naar net iets meer dan 60.000 euro. Of zelfs net iets meer dan 70.000 euro. Dus dan hebben we het al over hele andere bedragen. En je kunt hem er natuurlijk ook niet bij kopen, maar erbij leasen. Dat doen de meeste NIO-kopers trouwens ook. Maar dan zit je weer vast aan een maandbedrag dat al snel een paar honderd euro is. Dus ja, hoe zich dat verhoudt tot die concurrenten die ik steeds aanhaal, dat zal ook in zo'n test en vooral ook in de praktijk moeten blijken. Want die prijzen lijken me wel aan de stevige kant, om heel eerlijk te zijn.